Hey, goedemorgen. Het schooljaar is nu toch al eventjes bezig en ik ben eens benieuwd, hoe gaat het met jou? Doe je het nog graag? Kijk je uit naar de vakantie of toch niet? Vind je de lessen fijn? Wat vind je minder leuk? Zet het eens even hieronder in de reacties. Het mag eens een lange reactie zijn. Julien en ik die lezen die graag. En misschien kan je dan wel ook weer antwoorden op andere reacties die er misschien of niet al staan over hoe het school verloopt. Als je tenminste op school zit, het kan ook zijn dat je gewoon een hardwerkende mens bent. En dan hoef je dat natuurlijk niet te doen. Dan mag je dan hieronder even zetten wat jij als lunch gaat eten of gegeten hebt. Ben eens benieuwd. Oei, ik zie dat het veel te laat is. Het is al 7:45 en ik sta hier nog boven. Terwijl dat de zaak, Geoti, ons koffie- en theehuisje hier beneden, om 8:00 al opent. Dus dat is echt niet oké. Ik ga nu snel naar beneden. Het gaat een beetje door doen, hè? Ja. Alright. Want ze zit nog in bad. En. Ja, en er kan ook nog een bestelling komen. Want wij hebben een kapotte parasol. Een tijdje terug. We hebben niet een beeld gebracht. Maar die is kapot gegaan op ons terras. Gelukkig was de zomer zo goed als over. Maar wij hebben dus een nieuwe nodig. En die komen ze vandaag brengen. Dus als je een topservice wordt gebracht door Collie Shop, hadden we daar ook besteld. Dus die hebben gewoon een nieuwe op. Die gaan nu gewoon een nieuwe opsturen. Want dat valt binnen garantie. Het was niet door ons dat die kapot is gegaan. Die was eigenlijk kapot gegaan bij het openen. Dus je hebt zo een draaiertje zo. En dan was die bij het openen was die blijven vastzitten in het systeem. Echt niet onze schuld, konden we niet aan doen. We hadden niet geforceerd of zo. Maar ja, soms gebeuren zo'n dingen wel eens. Hè. Nu eventjes zorgen dat de zaak opgestart geraakt. Hier de sleutel eraf draaien en let the madness begin. Ik ga de camera eventjes opzij zetten en er eventjes in vliegen. Ja, de zaak is opgestart. Ja, we zeggen er altijd de zaak op. Trouwens, ik weet niet of het op het moment dat je, als je nu zou langskomen bij GOT, dat ook is. Maar op dit moment hebben we een super lekker dessertje als suggestie. Ken je dat? Een moulieu? Ik kan het niet uitspreken, een moulieu. Is het moulieu of mouleux? Mouleux waarschijnlijk. Ik heb ook al iemand het molix horen uitspreken, want die het ook niet kon uitspreken. Molix. En dat is een molix. Dat is een chocolade cake met van binnen warme lopende chocolade. Met een bol vanille-ijs. En ook nog eens slagroom. Voor 7,50 euro eigenlijk. Heel goedkoop. Maar het is echt super lekker. Jongens, als je dat nog niet gegeten hebt en je wil graag eens zoiets uitproberen, kom eens eventjes langs bij ons, bij GOT. En dan maken wij dat met heel veel liefde. Echt waar. En als je graag wilt weten of we al dan niet open zijn, dan kan je gewoon op onze website kijken. Of kijk eens op onze Facebookpagina. Dat staat dan ook als ze voor het uitzonderlijk gesloten zijn voor een event of voor wat dan ook. Dat kan je daar ook gewoon vinden op Facebook dus. En als we open zijn, dan mag je er altijd van uitgaan dat ofwel Jolien ofwel ik in de zaak sta, of alle twee samen. Maar het zal nooit zo zijn dat we de zaak open laten draaien zonder een van ons erbij. Dus hier altijd Jolien en Jeno kans. Eigenlijk altijd. Koffie die wordt gezet door een professionele espresso machine. Die loopt lekker vol mijn tasje. En dan kan ik ook mijn dag beginnen. Ook van mij een hele goede ochtend, hele goede morgen. Ja, dit jaar had ik appelchipjes gemaakt als een back to school snack. En daar kwamen heel erg veel reacties op, vooral trouwens via Instagram. Van iedereen die vroeg van, ja, het is echt een super tof idee, misschien kan je zoiets vaker doen. En dat heb ik toen trouwens ook al gezegd in het filmpje, want ik wilde het eigenlijk wel vaker doen. Ik hou heel erg van kokerellen en dingetjes maken in zo'n keuken. Dus daarom dacht ik, ga gewoon opnieuw aan de slag. En deze keer eigenlijk hetzelfde verhaal als de vorige keer. Ik heb elk product in Lidl aangekocht. Alle producten in Lidl trouwens. Elk product klinkt zo vreemd. Ik heb dus alle producten in Lidl aangekocht. En het is zelfs met mijn nieuwe staafmixer, die ik ook in Lidl heb aangekocht. Ik had een tijdje geleden ook al verteld, toen ik onze koelkast heb, dat ik dus ook een nieuwe staafmixer had. En hier is die dan. Dus ga ik vandaag ook voor de allereerste keer uittesten. Maar voor de rest kan ik even tonen wat ik allemaal hier heb liggen en wat ik daarmee ga maken. Ik heb hier overrijpe bananen. Ik heb ze een paar dagen geleden al aangekocht. Oei, ze zijn blijkbaar zelfs al open gegaan. Ik heb ze een paar dagen geleden aangekocht, zodat ze zeker goed te rijp zijn. Zodat het makkelijker werkt. Dan heb ik hier ook nog
havermout en ook nog noten. Met deze drie ingrediënten kan ik banaan havermout koekjes maken. Echt heel simpel. Gewoon, nu ga ik stap 1 doen en dat is eigenlijk dus nu de banaan pellen en in kleine stukjes snijden. Dus nu zijn alle bananen in kleine stukjes gedaan. Ik heb er trouwens 6 bananen, maar ik zal het hieronder ook nog eventjes allemaal in de omschrijving zetten hoe je dit maakt. En dan ga ik nu met de staafmixer werken. Lekker pureren. Ziezo, je zou het bijna niet zeggen, maar hier zitten dus 6 bananen in. Het is nu echt een papje geworden eigenlijk. Nu ga ik dus beginnen met de havermout. Nu alles goed door elkaar zetten. Ik heb hier nu een mooie brei gemaakt. Het ziet er een beetje anders uit dan ik had verwacht, maar het ziet wel lekker uit. En er komt nog een paar noten bij en rozijntjes. Niet, ik doe ook niet overdreven veel. Dat is echt al te veel. Ik heb er mooie rondjes van gemaakt. En nu gaat die in de oven. Joepa, te doen. 20 minuutjes. Dat is hier de timer. Oei, ik heb het een beetje waar langer gezet. 20 minuutjes. 180 graden. Zo. Lekker bakken maar. En de koekjes die zijn klaar. Die zien er mooi uit. Dit is trouwens ook al een tweede lading koekjes. Hier is al de eerste lading. Dus ik heb er best nog wel veel gemaakt. En, het ziet er bijzonder uit. En dit kan je dan eigenlijk ook perfect gewoon meenemen. Hè? Maar, ja. Maar heb je niet wat te veel gemaakt? Nee hoor. Want we hebben morgen nog een keer bezoek. En Thalisa is ook nog eens lactose intolerant. Dus kan ze ook een koekje eten. Ja, ik denk dat ik met 2 koekjes al zou toekomen. Want banaan, dat is wel eigenlijk zwaar. Hoor. En havermout ook. Dus ja, het is een voedzaam gezond koekje. Dat is veel te veel gemaakt. Ja. Beter eigenlijk. Kan ze bij de koffie doen als mensen een koffietje bestellen. Nee, we kunnen beter eigenlijk te veel koekjes hebben dan te weinig. Proef er maar eentje. Ja. Lekker? Echt lekker, ja. Ze ruiken ook zo lekker, vind ik. Ja, echt goed. Ja? Oké, top. De koekjes zijn echt super lekker. En we net kregen hier bezoek van Jellis in onze zaak. En ook haar mama is er ook bij. Ja, en ik dacht, ik ga hun gewoon een keer een koekje geven. En dan kunnen zij proefkonijn zijn of het lekker is. Zo, kindje voor u. Dank u. Alsjeblieft. En? Lekker? Ja. We zijn nog een beetje warm. Ja, ja. Ja, we zijn maar net uiteindelijk onze oven uit. Dus. Ze zijn wel, ze voeden goed wel, hè? Dat zijn wat wel. Ja, ja. Het is toch een goede ontbijt. Ja. Oké, top. Dank je wel. Gioti, ons koffie, ons theehuis. Ik heb trouwens momenteel de hik is gesloten. En wij gaan lekker gaan eten met een Tuna-box. Ik had die nog gehad vorig jaar voor mijn verjaardag. En die is dus nog steeds geldig. Ze hebben gereserveerd bij de Italiaan. En gaan we nu lekker. Oh, heel vervelend, de hik. Wow. Dan gaan we nu lekker een hapje gaan eten. Heel leuk. We zijn nu hier op restaurant. Je hebt een hele lekkere pasta. En ik heb hier ook nog een pasta arrabbiata, lekker pikante pasta. Smakelijke schatje. Wauw. Ziet er zo mooi uit en het rook zo voor jou. De achtergrond is ook zo mooi. We lijken zo precies terug opnieuw in Rome te zijn. Ja, ja. Smakelijk. Smakelijk. Het was een leuk, gezellig avondje. Ik heb er echt wel eens van genoten. Zo is een date night met mijn schatje. Oh. Ze heeft het gehoord. Ja hoor, tuurlijk heb ik dat gehoord. Het was de bedoeling. Oh. Ik ga nu rond in mijn pyjama trouwens. Ik moet zeggen, morgen is het een bijzondere dag. Want dan gaan wij ook nog eens naar een meetingdag in Antwerpen. In de expo is er een grote YouTube-meeting. Is intussen al geweest, dus het maakt niet veel uit of dat we het nu of wel niet zeggen. Maar in ieder geval, dus, het is morgen in onze wereld. Dat zie je dan morgen wel in een nieuwe video. Waarin dat we dus heel veel YouTubers zullen zien en ontmoeten. YouTubers als ook andere mensen. Ah ja, natuurlijk, jullie. Ook Enzo Knol is er ook aanwezig op deze. Ja, Enzo Knol is een vaste kijker ook van ons, hè, dat weten we. Onze grootste fan, Enzo! Duimpjes omhoog! Maar die gaan we dus ook ontmoeten. Ja, die heeft zelf een meet en greet met ons aangevraagd zelf.
Wat? Je wil ons echt heel graag ontmoeten. Oh, jongen. Jawel, echt wel. Ja. Ja. Jolien en Jenno Power. Ja. Zo heet dat. Allee, bedankt om te kijken naar deze video. Doe de duimpjes omhoog als je hem leuk vond. En zo. En tot de volgende. Tot morgen. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.